Meneer Nieuwenhuis, u heeft het verhaal gelezen over Bada Bing en de investeringen in de box. Wat denkt u dan als u dat leest? Ja, dat is een schoolvoorbeeld van hoe het zou kunnen gebeuren dat mogelijk illegaal geld toch weer geïnvesteerd kan worden in legale projecten. Ja, is dit een manier waarop de onderwereld infiltreert in de bovenwereld? Nou, die zijn niet bezig met infiltreren, maar het geld vermengt zich wel en dan wordt het wel ingewikkeld. Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen dat de legale wereld geïnfecteerd raakt door de illegale wereld. En belangrijk is dan dat overheden heel goed met elkaar samenwerken en ook zoveel mogelijk informatie delen, zodat daarop geacteerd kan worden. Is het nu nog te makkelijk voor mensen om zwart geld kwijt te raken in de bovenwereld? Ja, het is makkelijk om illegaal geld in de bovenwereld kwijt te raken.